Vrienden, we zitten alweer in week 5. Ja, van het monster, tv-monster, B&B vol liefde. En ga me nou niet schrijven dat het nergens over gaat. Hé, hey, beste vrienden, dat is het hele leven. Goed, luister goed. We beginnen in Portugal. Laten we daar nou eens beginnen. Even kort over die vader Jacob en die vier vrouwen. Want dat is verschrikkelijk daar. Want die vrouwen, die vier vrouwen, die hebben elkaar gevonden in het vervelend vinden van vader Jacob. Nou is vader Jacob ook wel af en toe behoorlijk vervelend. Maar niet zo vervelend als die dames. Nee, die dames die moeten de muziek ingaan. Hé, hey, het kwallenballenkwartet. Dan snel door naar Salerno. Naar ongemakkelijk met die twee gasten. Ja, en die ongemakkelijk, die blijft er maar op hameren. Ja, die heeft nog steeds last van het Jacques Cousteau-syndroom. Die wil maar diepgang, elke keer maar weer diepgang. Maar goed, die zit dus met die Pascal, die fitnessvogel. Maar ja, dat is ook geen Einstein. Nee, die heeft ook de diepgang van de schep op steen. Ja, maar dan heeft ze aan de andere kant, heeft ze ook nog eens een keertje een gozer van 41 uit Groningen. Maar dat is dan zo'n saaie zwijger. Ja, die zegt weer niks. Ja, dus dat, nou, zowel met Einstein als met die saaie zwijger, dat wordt helemaal niks met die ongemakkelijk. Schakelen we heel gauw door naar Oostenrijk. Ja, Jodel Ahiti die zit daar nog steeds met twee mannen. Nou, die gasten, maar ja, overal die gasten, die moeten al kampioen masturberen zijn. Want ja, er wordt niemand aangeraakt, er gebeurt helemaal niks. Het is maar ook een toestand daar, want die ene gozer die moet dus met het schoothondje, met die roos, die moet hij dan uitlaten. Dan loop je ook voor Jan Lul daar ergens op een alpenwijntje. Het is ook van een treurigheid. En dan is er nog een nieuwe gozer, die Jeroen, en die ging dan vertellen over zijn leven aan haar. En toen begon Jodel Ahiti, die brak dat gewoon af en die ging dat dus even uitgebreid vertellen hoe je een wastafel moet schoonmaken. Wat een toneelstuk is dat daar in Oostenrijk met die Jodel Ahiti. Maar vrienden, wat gebeurt er allemaal niet bij Bonjour in Frankrijk, want daar gebeurt het natuurlijk. Dat is het verhaal van deze B&B vol liefde. Want daar zit nog steeds lawaai-papegaaitje, die kleine. Die zit daar nog een beetje. Ja, die vindt Bonjour wel leuk. Maar Bonjour, die ziet heel weinig in lawaai-papegaai. Dat is duidelijk. Dus die heeft er eigenlijk geen zin in. Want ja, ze dreigde elke keer van, ja, ik moet toch naar mijn dochter, ik moet naar Nederland en dit en dat. En je hoorde hem steeds zeggen, nou ja, ga dan maar. Ga dan maar. Dus dat betekent, hij zit daar echt niet zo op te wachten. En hij was natuurlijk heel erg verdrietig, zeker in het begin van de week, over het vertrek van het slagschip van Romana. Want die Romana, die heeft hem toch een beetje geraakt. En Romana, die vindt eigenlijk Bonjour ook wel leuk. Ja, Romana is gewoon lollig, want die heeft scheid aan de hele wereld. Het is een slagschip, dat is gewoon zo. Maar ze heeft ook iets lolligs en leuks. En Bonjour. Ja, Bonjour is gewoon lomp en dat spreekt haar ook wel weer aan. Maar goed, wat hebben we nou gekregen? We kregen ineens een belletje van onze art aan Bonjour. En die zei, ja, er komt nog een nieuwe vrouw aan naar jou. Hé, wat is dat voor flauwekul? En al die anderen dan, die krijgen niet nog een extra vrouw erbij. Nee, hij wel. Vrienden, dit kan maar één ding betekenen. Ja, dit is vreugdevol nieuws. Zeker. Romana is op de terugreis naar Bonjour. Reken daar maar op.